Goedendag iedereen op deze 28 september 2022. Dus opnieuw hier in de provincie Zeeland, geen bus. Ik heb er een aparte video over gemaakt, zal later te zien zijn. Dus wat is de toestand nu terug? De woonzones hebben geen verbinding om naar Terneuzen te gaan en op een bepaald moment geen verbinding naar Hulst. Je kan dat ook zien dus als je gaat naar de site 9292.nl. Je doet daar je reisbestemmingen, bijvoorbeeld Vogelwaarde naar Terneuzen. Dan komt het in het rood. Dus de tekst komt in het rood, ook de kaart. Er staat dan geen rit. Rit is uitgevallen of en zo verder. Hè. Bon, dat is nu al de zoveelste keer. Mensen willen hun boodschappen doen. Ik moet bijvoorbeeld voor de dochter nu iets gaan kopen dat ze nu vandaag nodig heeft nog. Dus we staan daar, we hebben totaal geen vervoer. Dus hier even verder, dus 2 kilometer van de woonzone heb je dan hier de provinciale weg. Heb je de verbinding, dus Hulst 10 minuten via de linkerkant. Via de wagen dan wel. En de rechterkant hier in 15 minuten naar Terneuzen. Bon, het is nu al de zoveelste keer. Dat heeft natuurlijk ook wel gevolgen voor het woon-werkverkeer. Iemand die in het ziekenhuis werkt van zorgzaam, die moet terug naar hier. Die verliest een uur. Of ook de omgekeerde kant. Hier is het probleem om in Terneuzen te geraken. Ik zeg, dus, er is iedere keer iets. Ik heb al zoveel video's gemaakt van die problematiek. Ja, sinds april van dit jaar is het echt verergerd, maar het verbetert niet. Hé. Het is nog altijd de vraag, waarom is er maar één bus tussen Hulst en Terneuzen via de woonzones? Waarom worden er geen twee bussen ingezet? Ik zeg, iedere keer dat die bus uitvalt, heb je natuurlijk geen verbinding gedurende een uur. Allee, moet je een uur extra gaan wachten op de volgende bus, dat je ook niet zeker bent als die zal komen. Er zijn echt grenzen aan deze toestand. Het is echt overdreven. Men heeft geen respect meer voor de reizigers. Het is constant. Enkele voorbeelden. Dus de bus moet komen uit Hulst, dan hier via Kloosterzande met verbinding Terneuzen. Ik heb dat nu gedaan op een ander uur hier, toch even om te tonen. Altijd maar geschrapt en dan rit is komen te vervallen. Maar ik kan ook gaan op andere uren. Hé. Kijk, hier bijvoorbeeld zie je ook terug hetzelfde. Maar bon, die bus komt dan ook nog terug. Dus als die niet gaat in één richting, komt die dan ook niet in de andere richting. Zo, ik ben hier nu aan de hoofdroute. Dus 11 kilometer naar Hulst, rechterkant 9 naar Terneuzen. Dus hier bijvoorbeeld kunnen ze een vervangbus inzetten voor bepaalde woonzones, dat de mensen toch nog in Hulst of in Terneuzen kunnen geraken. Maar bon, dat wordt nooit niet gedaan. Als er dus een bus uitvalt, dan heb je dus gewoon geen openbaar vervoer. In Vlaanderen nog, als er een trein uitvalt of er zijn geen treinen, je mag dan zorgen voor een ander vervoer. Maar hier totaal niets. Je wordt volledig aan je lot overgelaten. Ben je met kind en gezin nu bijvoorbeeld, dat je moet terugkeren naar je woonzone en er komt geen bus, dan mag je gewoon 2 uur blijven wachten totdat er een andere bus komt. Dus 1 bus per uur komt hij niet, dan nog een keer 1 uur extra. Dat is de toestand hier.